tot volgend jaar. Ja, dank u. Zie ik u dan ook weer. Bij leven en welzijn. Amai, dat vind ik tof. Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Wethouder van Nistelrooy, of moet ik zeggen loco-burgemeester vandaag, meneer van Nistelrooy. Het zit er weer op. Ja, het is weer voorbij. Nog een paar uurtjes en dan is het dorpsfeest er afgelopen. En hoe was het dit jaar? Nou, ik denk dat het weer net zo is geweest als vorig jaar en de jaren daarvoor dat we er al aandacht aan hebben besteed. Een fantastische meeting waarin heel veel evenementen en bijeenkomsten zijn geweest. Top! Volgend jaar weer hier op stapelen of is het in een andere kern? Nee, het is absoluut de bedoeling om weer hier op stapelen, die tent hier neer te zetten en hier het dorpsfeest voor heel Bokstel, heel de gemeente Bokstel, Bokstel en alle kerkdorpen een fantastisch feest te organiseren. Daar gaan we voor. Zeker. Dankjewel. Afsluiting met vol trots. Wat kunnen we toch ongelooflijk trots zijn wat we met z'n allen weer gepresteerd hebben. Mensen moeten beseffen dat dit toch echt heel uniek is. Dat je ruim 4 weken in een plaats komt, in een dorpsfeest. Dat je binnen mag lopen, dat je alles optreedt van jong tot oud. Dat het gratis is, dat er geen huur betaald moet worden. Dat het zo'n fantastische ambiance is. Dat is waar je zo ontzettend trots op mag zijn. Volgend jaar misschien een beetje beter weer. Ja, we moeten gewoon heel eerlijk zijn. Vorig jaar hebben we 4 weken gehad en 2 uur regen. Nou, die 2 uur die hadden we de eerste dag al na 3 uur al bereikt. Nee, het is zo. Het is zo, maar dat is inherent in Nederland. Hallo Bonnie. Hallo. Jij bent de mascotte van Dorpsfeest. Ja, ik ben meegekomen met de spiegeltent, met de Bondsalon. Uit België? Ja, want vroeger dan toerde die tent door Vlaanderen en ging ze van plaats naar plaats om iedere keer een feest te hebben met het volk in de stad. Dus zo is dat gekomen en uiteindelijk hebben ze hem hier naartoe gebracht en eindelijk mocht ik eruit. Want ik heb lang vastgezeten tussen die schotten. Ja. Is niet interessant. Ja, u ziet het, het is wat platter geworden allemaal. Kan nou, niks aan zijn doen? Uw woorden. Ja, maar hoe, dat is zo. Hoe bevalt het in Bokstel? Oh, het is fantastisch. Ik was hier vorig jaar ook al, hè. En toen was het alleen maar heel mooi weer, heel warm, hebben we alles buiten gedaan. En nu was het ook af en toe binnen, wat ook plezant is. Hè? Want dan kunnen ze gewoon al die spiegeltjes zien zo in die vakjes. Ja. Dus het is allemaal goed. Oké. Okay. En er komt altijd veel volk op af, ik vind dat plezant. Volgend jaar weer? Ja, Wim heeft gevraagd of het volgend jaar dan weer erbij wilt zijn. Dus ik ga dat wel, ik vind dat leuk. Ja. Oké, okay. Dan zeg ik tot volgend jaar. Ja, dank u. Zie ik u dan ook weer. Bij leven en welzijn. Amai, dat vind ik tof. Dank u. Tot ziens. U zit lekker te genieten. Heerlijk. Ja, zeker. Van een welverdiende frikandel speciaal. Ja, vind ik. Ziet er heerlijk uit. Ja. Hoe vond u het dit jaar? Nou, geweldig. We hebben zo genoten. Ja, en wat was er nou zo leuk aan? Nou, wat was het leukste? Wat was het leukste? Ik weet niet wat het leukste was, maar ik vond het heel leuk. Want je hebt het gevoel van een echt dorpsfeest. Er zijn mensen van allerlei categorieën, zal ik maar zeggen. En ik vond het een echt dorpsfeest. Dat vond ik het leuke eraan. Als gisteren bijvoorbeeld de 70er jaren bandjes, dan zag je weer een hele andere categorie mensen. Maar toch heel erg leuk. Voor iedereen wat wils. Ja, vond echt geslaagd dit jaar. En de versnaperingen zijn ook goed. Oh, super. Hartstikke lekker. Dus we zien u volgend jaar weer. Absoluut. Zeker. Iedere dag. Zo zeg ik, tot volgend jaar. Dank je wel. En smakelijk eten. Dank je. Okay. Hallo dames, mag ik iets vragen?
Wij kwamen over als we dan bij de heel graag wilden, of niet? Ja, jullie, ja. Jullie zwaaiden, kom naar mij. Vraag iets aan mij. Ja, vooral. Ik vroeg gewoon af, hoe leuk is dit? Ja, heel leuk. Heel gezellig. Ja, super dit. Kom jullie boksen? Ja. En hebben jullie nou dit evenement nog bezocht de afgelopen maand, of is dit de eerste keer? Nee, zo vaak mogelijk. Ja? Ja. Hoe vaak is dat? Ik ben hier zeker wel een stuk of 6 keer geweest, ja. Aha. En wat heeft dan de voorkeur? Buiten? Ja. Ja? Ja. Zeker buiten. Maar waar komt u dan naar kijken? Muziek. Ja. Luisteren. Ja. Luisteren vooral. Luisteren. Zelf ja. Muziek maken, nee? Ja. Ook? Ook, ja. Alleen toen wij moest ik werken, dus helaas. Oké, wat voor instrument speelt u? Tenorsax. Kijk. Van huis bent. En u? Klarinet bij de Kinderbondsamenleving. Leuk? Ja, ja, heel leuk. Ja, er is niks mooier als muziek maken. Echt? Ja. Ja. Waarom? Daar word je gewoon blij van. Ja. Klopt wel. Er zijn twee blije mensen. Ja, zeker. Zeker. En vandaag mee Jeu de Boel, dus En? Ja, ook heel leuk. Was u tireur of pointeur? Ik was vooral van de verliezende partij. Ah. Oké. Okay. Nou, tot volgend jaar zeg ik dan. Ja, komt zeker. Goed. Doei. Ja, doei. Hartstikke leuk. Ja? Ja. En ik ben zo blij dat ze eindelijk een beetje de zon hebben, want wij hebben ze toch slecht weer. Ja. Ja. En dan brengt u de zon mee, denk ik. Nou, dat kun je zien, hè. Ja. Ja. Nee. Het is zonnetje in huis, hè. Ja? Ja, ja. Bent u al vaker geweest deze maand? Nee, want we zijn pas goed er wel terug van vakantie. Kijk. Dus daar heeft er niet in gezeten. Ik heb het mooie weer uit Spanje meegebracht. Aha. Vandaar dat we nou hier in de zon staan, hè. Nou, namens alle bokselaren bedankt. Ja. Volgend jaar iets eerder terugkomen volgend jaar. Daar kunnen we ook hier niet weer, ja. Dan hebben we lang en mooi weer. Ja, zeker. Dank u wel. Dank u wel. En dan volgend jaar weer. Ja, volgend jaar weer. Zeker. Hier? Ja. Blijft absoluut hier. Ja, we gaan weer verder. Binnenkort stellen we de datum vast. Dan moeten we even met de burgemeester en met de eigenaar over hebben. Maar het ligt een beetje in lijn naar dezelfde periode als nu. Ja, nee, dus met vol plezier. Ja, we gaan volgend jaar, dat heb je net gehoord met de toespraak van Jasse Keijstamper. We willen vooral volgend jaar meer ingezet op een duurzaam dorpsfeest. Niet alleen een asfaltscheiding, dat is het makkelijkste, maar ook duurzaam in de sociale component. Dan halen we andere doelgroepen erbij, jongeren erbij, ouderen erbij. Dat willen we absoluut meer op in gaan zetten. En ook we willen ook een boodschap uitdragen. Je bent hier op het feest, maar draag ook die boodschap uit van duurzaam naar elkaar toe. Daar willen we volgend jaar uitdrukkelijk op inzetten. Mooi, nou namens alle inwoners van de gemeente Boksel, bedankt en tot volgend jaar. Tof, en ik ben super trots en dank jullie. Fijn dat jullie ook uitgezonden hebben. Dankjewel.